Deze brandende kaars is een symbool voor de ouderen die 50 jaar geleden kwamen, waar er niet meer zijn. Mijn naam is Sylvia Welser. Namens het feestcomité 54 jaar gelukkig in de gemeente Stiksbrecht, heet ik van harte welkom. De eerste activiteit in deze viering is het aanbieden van een feestdiner voor de jongere generatie aan de ouderen. En wij zijn ook zeer vereerd dat naast onze ouderen er een delegatie is van het college van BNW. En in het bijzonder met onze vrouwelijke burgemeester, die past niet. Want, zonder de heren tekort te doen hoor, in onze cultuur staat de vrouw op het voetstuk. Niet als sier of als vormster, maar als teken van het goede. In elke structuur, ordening, als er maar één vrouw aanwezig is, is het voldoende om rechtschapenheid en integriteit te garanderen. Wij wachten nog op de wethouder De Groene, maar die komt er zo aan. Tevens welkom ook aan de andere gasten. Ik heb mevrouw Helling, wethouder, die als wethouder, ze is nu gemeenteraadslid, maar die als wethouder al belangstelling toonde voor ons cultuur. Daarnaast mevrouw Van Dijk, Witjas. Die heeft jarenlang tegenover de Molukse wijk gewoond en die weet onderhand al van hoe Molukkers zijn. En ik mag mevrouw Van Dijk rekenen tot een van mijn goede kennissen. Het echtpaar Zuurhoek. Zijn hele oude bekenden van ons. Zij hebben in Groningen gewoond ook met Molukkers. En hier in Breukelen hebben ze ook vriendschap gesloten met Molukse mensen. Dan hebben wij, last but not least, hebben we meneer Van Arken. Daar is meneer Van Arken. Helemaal uit het Hoge Noorden. Meneer Van Arken was eerst oud politiefunctionaris en had in de jaren, als ik het goed heb, 70 en nogal een liefde vrouwen met de Molukse jeugd. En de Molukse jeugd was niet makkelijk, hè. En als het niet correct is, mag u mij. Ja? Nou, u bent uitgenodigd om met ons hier aan de tafel te zitten. In onze cultuur heeft de tafel een heel speciale betekenis. De tafel is een teken van gastvrijheid, maar aan de andere kant, aan tafel bespreek je problemen en zoek je naar oplossingen. De tafel is ook een soort verzoeningsplek. Wij, in de eerste plaats, hebben we onze ouderen uitgenodigd aan deze Media Orantua, oftewel de tafel voor ouderen. En met die tafel van ouderen willen wij als de jongere generatie onze dank uitspreken aan de jongeren en de oudere generatie voor hun zorg en toewijding. Zij hebben het niet makkelijk gehad. Weggehaald uit een vertrouwde omgeving en geplaatst in een vreemde cultuur hebben ze zonder steun hun kinderen moeten grootbrengen en begeleiden. Maar ze hebben het goed gedaan, want merendeel zijn we goed terechtgekomen en hebben onze plaats kunnen vinden binnen de samenleving. En de feestelijke tafelversiering, de gerechten die we straks bij opgediend en de bediening, die liggen in het geheel in de handen van hun kinderen en hun kleinkinderen. In de tweede plaats drukt deze tafel onze dank uit aan de inwoners en het bestuur van de gemeente Stiksbrecht. Want zij hebben ons de mogelijkheid, de kans gegeven om ons zo te ontwikkelen, zodanig dat wij nu een wezenlijk onderdeel is van de leefgemeenschap al hier. En deze erkentelijkheid aan onze ouderen en aan de gemeente Stiksbrecht betuigen wij niet in het soort van financiële vorm of giften, want dan ontstaat er een niveauverschil tussen de helper en degene die geholpen wordt. Wij gaan samen aan tafel. Want een oude Molukse adak zegt, als wij samen aan tafel gaan en van hetzelfde eten eten, dan wordt er ook één gelijksoortig bloed gemaakt. Eén bloed, en dat is een heilig begrip in de Molukse. Satu Dara. Satu is één, Dara is twee. Dus dat houdt in dat u na het eten er een bloedbad is ontstaan en dat u familie bent van elkaar. Namens de werkgroep die dit georganiseerd heeft, de jongeren, wens ik u smakelijk eten. Mag ik nog een almachtige
Allerwijze Heer en barmhartige Vader, we zijn hier tezamen aan tafel bijeen voor een feestmaal, ter opening van de festiviteiten om te gedenken dat Molukkers 50 jaar in Breukelen en Maarsen woonachtig zijn. Babakami Yamahakwasa, dan Bapa Yampenu Balas Kasihan, kami bersama-sama duduk di meja perayaan ini untuk pembukaan perayaan memperingati orang Maluku penduduk Breukelen dan Maarsen 50 tahun. Ouden van de eerste generatie die nog in ons midden zijn, buurtbewoners en kennissen uit het verleden die de Molukkers hebben begeleid, leden van het college van BNW, leden van het organisatiecomité en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben, wij allen willen u danken, Heer, voor al het eten en drinken dat voor ons is bereid. Orang tetua dari generasi pertama yang masih ada di tengah-tengah kita, tetangga dan kenalan dari masa lalu yang telah membimbing orang Maluku di Breukelen dan Maarsen, anggota Dewan Wali Kota dan Dewan Kota Stichtsevecht, anggota panitia dan sukarelawan yang membuat kesempatan ini, kita semua ingin mengucapkan terima kasih dari Engkau Tuhan untuk semua makanan dan minuman yang menyiapkan untuk kita. Met deze viering willen wij onze respect tonen voor de eerste generatie en staan we stil bij al diegenen die niet meer in ons midden zijn. Grootouders, ouders, familieleden, vrienden en kennissen en al datgene wat wij samen hebben meegemaakt gedurende de afgelopen 50 jaar. Maar met deze viering willen we ook vooruitkijken met perspectief voor de toekomst. Door samen te werken zowel binnen de Nederlandse samenleving in de Stichtsevecht, waar wij een onderdeel van uitmaken, als tussen Molukkers onderling. Denk aan Furayan Ini, kami ingin menunjukkan rasa hormat kami untuk generasi pertama. Dan kami juga memperingati semua orang yang tidak ada lagi di antara kita. Opa-opa, oma-oma, orang tua, saudara, teman dan kenalan, dan semua yang kita lalui selama 50 tahun terakhir. Tapi dengan perayaan ini, kami juga ingin melihat ke depan dengan perspektif untuk masa depan, dengan bekerja bersama-sama, baik di dalam masyarakat Belanda, di mana kita adalah bagian, seperti juga antara kita sendiri sebagai orang Maluku. Wij vragen u daarbij om uw zegen en uw nabijheid bij de festiviteiten en om te beginnen bij deze feestmaal. Kami mohon berkatmu dalam perayaan ini dan engkau mau bersama dengan kami mulai pada meja ini. En dit alles vragen wij in de naam van uw Zoon en onze Heer Jezus Christus. Dengan semua ini kami minta dalam nama anakmu dan Tuhan kita, Yesus Kristus.